Hey, en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag weer lekker spelen met make-up, vandaar dat alleen mijn basis make-up er pas op zit. Want ik heb echt zin om lekker met vrolijke kleuren te spelen. De zon is lekker eruit, we hebben mooi weer, korte mouwen. Ik heb ook kleur aan. Mijn rok is kleurrijk, de bovenkant iets minder. Dus vandaar. Maar ik dacht, we gaan vandaag lekker met kleuren spelen. En wat is nou kleurrijker dan een regenboog? Dus ik heb de kleuren van de regenboog opgezocht in een goede volgorde. En ik ga proberen of ik vandaag een look kan maken met een regenboog oogschaduw. Ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken. Het lijkt me heel erg tof. Absoluut niet voor dagelijkse basis, maar daarom juist heel erg leuk om in deze periode een keertje te proberen en te kijken hoe dat nou staat. Gewoon lekker spelen met make-up, want dat is gewoon het doel van deze hele serie. Mocht jij ook lekker aan het spelen zijn met make-up, stuur me vooral even een foto of een berichtje op social media via een DM. Of tag me in je look op Instagram bijvoorbeeld, dat vind ik super leuk. Ik krijg echt super leuke reacties en enthousiaste reacties van jullie op deze serie. En ik word er heel erg blij van. Goed, deze intro is lang genoeg. Doe vast een duimpje omhoog. Gaan we gauw beginnen. Alright, aangezien we met veel kleur gaan spelen, heb ik een aantal palettes uit mijn stash gepakt. Als eerste het NYX Sabrina palet. Want daar zitten natuurlijk ontzettend veel kleuren in. Vooral die roodtint bijvoorbeeld lijkt me heel erg tof. Al is die meer rood-rozig. Dus die heb ik erbij gepakt. Het Sof X Extra Spicy palet hebben we natuurlijk al een keer eerder gebruikt in deze serie. Maar die kleuren die we vorige keer hebben gebruikt passen natuurlijk ook perfect voor deze look. Ook had ik nog een palet liggen wat ik nog nooit had geprobeerd. En dat is deze. Die zit nog helemaal dicht met een stickertje. Dus als ik hem niet ga gebruiken laat ik die nog even zitten. Want hij zat eigenlijk in een weggeefbak. Maar ook hier zitten er best wel wat kleuren in. Ik denk van dat kan je best gebruiken. Want een regenboog heeft paars, blauw, groen, geel, oranje en rood. En dat zit eigenlijk allemaal wel een beetje in dit palet. Maar ik heb ook uit een bak met paletten die ik eigenlijk wegdeed voor vriendinnen. Deze gehaald. Het W7 Neon Nights palet. Want hier zitten natuurlijk ook echt zo goed als alle kleuren in. En lekker fel. Want heel veel kleuren heb ik op zich wel in mijn stash. Maar dan net niet fel. En ik dacht, we willen vandaag met felle kleuren spelen. Dus ik moet even kijken welke kleuren ik allemaal ga gebruiken op mijn oog vandaag. Ik ga beginnen met een paars tint. En daarvoor denk ik dat die wel heel erg geschikt is. De kleur Unholy Union uit het NYX Sabrina palet. Ja, dit ziet eruit als een prima paars tint. Ik ga erin met een beetje pointy blender brush. En mochten jullie trouwens vandaag rare geluiden horen op de achtergrond of iets dergelijks. Mijn buren zijn bezig hun tuin te verbouwen. En ik ben al een paar dagen aan het wachten tot ik eindelijk kan filmen. Omdat ze van de week echt met weet ik veel wat voor apparatuur bezig waren. Dus nu is het alleen nog maar in principe dingen als scheppen en hamers. Dat soort shit. Dus ik dacht ik kan inmiddels wel een beetje filmen. Maar mocht je het horen dan weet je dus dat het is. Even kijken. Ik ga deze kleur helemaal in mijn buitenste ooghoek aanbrengen. En ik wou hem een beetje in een V-vorm gaan aanbrengen. En ik moet echt een beetje goed gaan zien te wetchen. Want ik moet dus 6 kleuren zien aan te brengen op mijn ooglid. Dus het moet 3 kleuren tot de helft. Dus ik gok dat ongeveer de plek waar ik hem nu heb aangebracht wel een beetje is waar ik hem zal moeten houden. Het is in ieder geval een hele mooie, inderdaad diep paarse kleur. Dus wat dat betreft vind ik het een goede keus. Nou nog zien hem aan de andere kant gelijk te maken. Ik gebruik niet zo vaak echt zo'n heftige V-vorm tot zo hoog. Maar als je mijn laatste make-up spelen met make-up video hebt gezien waarin ik blauw tinten ging proberen. En daar had ik ook een look gemaakt met blauw tinten. Echt een smoky blauwe look. En daarbij had ik ook zo'n V-vorm. En ik vond het wel een heel tof resultaat geven. Dus ik dacht, we gaan vandaag voor dezelfde vorm in de oogschaduw. Ik vind het echt heel lastig gokken tot waar ik de oogschaduw aan moet brengen. Ik ga het denk ik pas straks helemaal blenden. Ik vind het er heel raar uitzien als ik zo op het schermpje kijk. Maar oké, ik ben op zoek naar een blauw tint. En dan wel een beetje een wat fellere donkerblauwe kleur. Want heel lichtblauw vind ik dat ook weer niet helemaal matchen op de een of andere manier. Dus ik kom een beetje uit bij de kleur Midwinter. Ik sloeg mezelf bijna met deze punt in mijn oog. Gelukkig net niet. Maar hij heeft glitters. Maar eigenlijk alle blauwe tinten die ik in mijn stash heb zitten zijn met glitters. Dus ik denk dat ik dan maar mat en glitter door elkaar heen ga gebruiken. I guess. Misschien moet ik straks gewoon een relatief transparante glitter over alles aanbrengen. Zodat er
een beetje logisch uitziet. Maar ik denk dat ik dus de kleur Midwinter ga pakken. Die pak ik opnieuw een blending kwast bij. Ik hoop dat ik genoeg blending kwasten ga hebben voor deze look. En daarmee ga ik dus in die kleur Midwinter. Ik hoop dat het goed zichtbaar was. En die ga ik dan dus naast deze tint aanbrengen. Ik vind het nu al echt heftig. Maar dat is ook omdat dit natuurlijk... De kleuren zijn niet het meest out of my comfort zone zijn. Mocht je me minder lang volgen, mocht dit een eerste video zijn die van mij kijkt. Ik gebruik over het algemeen warme kleuren. Dus lekker bruin, goud, rood, oranje. Dat soort tinten. Ik vind dat soort tinten gewoon echt het beste staan bij mij. Dus dit soort tinten als paars of blauw of de groen die hierna gaat komen... Gebruik ik niet zo snel. Dus ik vind het tot nu toe al best wel heftig. Maar tegelijkertijd heel erg tof. Het is ook wel een soort van galaxy. Misschien kan ik ook wel een keer een galaxy-inspired look maken. Laat trouwens sowieso even weten als jullie denken van dit thema of deze soort look wil ik graag van je zien. Want deze serie is waarschijnlijk nog wel een aantal afleveringen lang. Als ik kijk hoe lang we nog met z'n allen binnen zitten. En misschien dat ik hierna ook wel verder ga met deze serie. Want ik vind het echt heel erg leuk. Dus... Alle ideeën zijn welkom. Ik moet overigens zeggen dat ik de glitter in deze oogschaduw niet heel erg storend vind. Tuurlijk, hij heeft een lichte glans, maar het is niet zo extreem opvallend. Weet je, het is niet bam, hij geeft glitters. Waardoor ik hem prima vind staan zo naast die paars. Dus ik ga nu ook niet meer zo moeilijk doen over wel of niet glitter in een oogschaduw. Waardoor de kleur Frog Legs uit dit palet eigenlijk ideaal is... Als volgende kleur. Dus die ga ik opnieuw met een blending kwast aanbrengen. Ik raak zo wel relatief snel door mijn blending kwasten heen. Ik heb echt het idee dat ik even een extra set met kwasten moet gaan kopen voor deze serie. Omdat ik gewoon normaal gesproken niet zoveel kwasten hoef te gebruiken. En Siri bemoeit zich er even mee. Hoe dan ook, de kleur Frog's Legs dus. En die gaat dan naast die blauwe tint. En deze moet ongeveer tot het midden van mijn ooglid. Ben je nou minder gepigmenteerd dan de vorige twee kleuren? Of heb ik gewoon veel te weinig op mijn kwastje? Oké, daar begint hij te komen. Ik moet zeggen, ik had hem misschien wel ietsjes feller gewild. But it's fine, it's fine. We gaan er gewoon lekker best wel heftig een aantal keer overheen. En dan aanbrengen, aanbrengen, aanbrengen. Inmiddels ziet de glitter wel steeds aanweziger op mijn ooglid. Niet zo gek, maar goed. Ik heb het best wel relatief goed uitgetekend tot waar in ieder geval. Want deze moest ongeveer tot het midden van mijn ooglid komen. En dat klopt tot nu toe. Dus dat is top. En mocht je je nu afvragen van Irina, what are you doing? Je moet het wel blenden. Don't worry. Ik ben van plan om alles aan het einde goed te gaan blenden. Zodat het echt tot elkaar overloopt. Maar ik vind het ergens ook wel weer tof dat het nu... Ja, dat je echt zo die kleuren apart van elkaar ziet. Want het moet ook weer niet... Helemaal in elkaar overlopen natuurlijk. Want dat doet een regenboog ook lang niet altijd. Oké, het wordt steeds meer een geheel. Ik vind het echt tof. Maar sowieso geen look die ik normaal gesproken op straat zou gaan dragen. Ja, we gaan gewoon verder met de volgende kleur. En de volgende kleur is geel. Ik pak er weer een nieuwe blending kwast bij. En deze gele tint uit is het Sofx Extra Spicy Palette. En deze heet Vitamin C. Die heb ik eerder ook al gebruikt toen ik mijn felle cut crease look ging maken. Maar die gaat nu dus naast de groene tint. En omdat het geel is, ga ik ervan uit dat ik hem best wel een aantal keer aan moet gaan brengen. Wil die goed intens worden. Dit is wel echt de felle kleur die ik had gehoopt te doen met deze look. Ik vind het jammer dat ik... niet echt veel felle kleuren blauw en groen en paars heb. Maar ja, dat is niet zo gek. Want ik heb gewoon palettes die ik sowieso in mijn stash had liggen. Ik ga hier geen speciale oogschaduwpalettes voor kopen. Want ik vind het zonde van mijn geld als ik het verder nooit gebruik. Dus ja. Dit is wel echt een hele mooie gele tint. Ik wist al dat dit palet heel mooi was. Want ik heb deze natuurlijk al een keer gebruikt. Maar hij is echt pretty. Niet normaal. Ik denk dat ik hem zo al best wel mooi vind. Zeker als je bedenkt dat ik nog twee kleuren ernaast kwijt moet gaan kunnen, hou ik het hier even bij. De volgende kleur is namelijk oranje. En daarvoor ga ik deze kleur ernaast gebruiken uit hetzelfde palet. De kleur Sweet and Sour. Die hebben we ook al gebruikt vorige keer in die andere look.
En die gaat dus nu hier zo ernaast. En ik weet niet of het jullie inmiddels duidelijk wordt welke kleur er in mijn binnenste ooghoek gaat komen. Maar ik zou zeggen, raad even, want het wordt best wel heftig. Ik ben per ongeluk over die geel heen gegaan hier. Dat vind ik wel een beetje jammer, want ik weet niet of ik dat nog terug ga krijgen naar geel nu. But we're just gonna try. Ik hoop het. Want de overloop moet natuurlijk wel mooi. Oh, het gaat best wel redelijk. Oké, top. Hebben jullie inmiddels bedacht welke kleur er als laatste in de regenboog zit? Het is namelijk rood. En ik denk dus dat ik deze kleur ga gebruiken. Dat is de kleur Hell on Earth. Hij is wel wat roze-rood. Maar ik heb gewoon geen rood-rood in mijn stash. Ik heb echt lopen zoeken. Maar ik heb alleen maar roze-rode kleuren. Niet echt een bam in your face. Alleen maar rood. Dus we gaan het gewoon hiermee doen. Ik vind het echt best wel heftig. Maar ik ga met een relatief klein kwastje in de rode kleur. Tik hem goed af. Ik vind het echt heftig dat ik nu knalrood in mijn binnenste ooghoek ga proppen. Gewoon. But we're just gonna do it. I'm not going back here. Oké, daar gaan we. Het is wel heel tof. Alright. Ik vind het echt zo ontzettend gaaf worden. Nu ik die warmere kleuren in de binnenkant van mijn ogen heb. Toen ik alleen de buitenzijde dacht ik echt van, this is not me. Maar zo met al die warme kleuren erbij wordt het echt steeds toffer en gaaf. En I love it. Ik breng deze kleur ook aan de onderzijde een beetje aan. Want ik ga ook de onderste waterlijn natuurlijk proberen te spiegelen. Dus ik ga al deze kleuren ook in dezelfde volgorde onder mijn oog aanbrengen. Dat wordt wel eventjes een klusje, gok ik. But we're gonna do it. Ik ben aan deze kant iets wat heftiger te werken gaan dan aan deze kant volgens mij. Dit vind ik een stukje beter gelukt dan dit. Maar maakt niet uit. Misschien kunnen we het gewoon nog fixen met een blending kwast. Eerst ga ik dus langs de onderste wimperrand al die kleuren spiegelen. Ik heb niet veel kleine kwastjes voor mijn onderste wimperrand. Dus ik denk dat het slimste is om van een lichte kleur naar steeds donkerder te gaan. Zodat ik begin met het geel, dan de oranje, de groen, blauw, paars. I guess. Ik pak dit kwastje er nu bij. Deze is van Essence. Ik heb in principe ook nog kleiner kwastje. Maar ik ga eerst even kijken met deze. Want dat mag natuurlijk wel wat heftiger. Want de hele ooglook is heftig. Echt, als ik naar mezelf kijk in het schermpje, dan denk ik echt, who's that girl? Maar goed, ik ga dus in de geel tint, vitamin C. En dan ga ik eventjes een beetje gokken waar die moet. Want ik heb dus nu weinig guideline. But we're gonna try. Alright, ik denk dat dat een beetje dat is. Dus dan gaan we nu weer terug met Sweet and Sour. Zelfde kwastje. Ik denk dat dat nog wel prima moet gaan. Zeker aangezien dat twee kleuren zijn die natuurlijk best wel bij elkaar in de buurt komen. Geel en oranje. Echt die voorkant van het palet. Of de voorkant van het palet. Zeg maar deze hoek van mijn oog vind ik echt de tofste combinatie. Maar dat is niet zo gek. Dat is natuurlijk de combinatie die ik ook het beste bij mij vind staan. Omdat ik gewoon een warme ondertoon heb. Maar als ik dit deel kijk, dan denk ik echt love it. Ga ik nu met de kleur Frog Legs verder. En die was nou eenmaal een kleurtje wat je net even wat meer moest opbouwen. Dus ik gok dat ik hier net even wat langer mee bezig ben dan met al die andere kleurtjes. Dan natuurlijk weer met Winter daarnaast. En als laatste een Holy Union. Zo, dan is het nu tijd voor nog één ding en dat is blenden. Ik pak daarvoor deze schone blending kwast van de Boozy Shop Rosé Golden Jewelry Set. En dan ga ik eerst eventjes langs de onderste wimperrand om het daar net eventjes een beetje smokier te krijgen. Blend ook eventjes hier zo die binnenste ooghoek waarvan ik dacht die is me iets wat te uitgeschoten met die rood-roze kleur. En daarna ga ik vooral focussen hier op de bovenste rand. Want ik moet zeggen dat ik de kleuroverloop op het ooglid juist wel tof vind. Hij is niet heel strak, als in er zit echt een lijn tussen de kleuren. Hij loopt wel een beetje over, maar ik wil het niet verder in elkaar overblenden. Omdat ik dit juist wel dat effect van een regenboog vind. Dat je echt die kleuren zo naast elkaar hebt zitten. Alleen die bovenste rand, dit gebeurt dus echt altijd hè, met deze kwast. Wat ik al zei, ik moet nieuwe kwasten kopen. Maar dat randje wil ik eventjes een beetje, ja,
blenden. Als je dit vergelijkt met dit, vind ik het namelijk toch net eventjes wat mooier staan. Dan ga ik de binnenste ooghoek nog een beetje meer shine geven. Toch een beetje een highlight, want nu is het natuurlijk alleen maar rood. Ik dacht, ik ga helemaal in het ooghoekje ook nog een beetje highlighter aanbrengen. En daarvoor gebruik ik NARS Albatross. Die wil ik zo meteen ook op het gezicht gaan aanbrengen. Maar deze is heel mooi shiny en wat warmer. Dus dat lijkt me perfect matchen in de binnenste ooghoek. Ik pak daarvoor dit kleine accent brush kwastje van Real Techniques. Daarmee ga ik dus in NARS Albatross. Tik hem af. NARS Albatross is hartstikke gepigmenteerd. En die breng ik aan hier zo in de binnenste ooghoek voor net eventjes die shine. Ik hoop dat jullie dit goed kunnen zien. Maar het zorgt echt eventjes dat je toch net eventjes een wat openere oogopslag hebt. Dan, ik twijfel heel erg of ik een eyeliner ga aanbrengen. Want ik denk ergens een winged eyeliner bij deze winged oogschaduw is natuurlijk mega tof. Tegelijkertijd, ik kan mijn hele look er ook mee verpesten nu. Dus ik ga het gewoon proberen. We zijn aan het spelen met make-up. Als het niet lukt, is het niet erg. We're just gonna do it. Ik ga voor mijn favoriete eyeliner van Essence. Dit is de Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Die gebruik ik echt al jaren. Ik krijg altijd vragen als ik mijn eyeliner op heb. Welke eyeliner? Deze. Hij heeft dus zo'n klein kwastje. Vind ik zelf echt ideaal werken. Ik ga een wing proberen te zetten in dezelfde lijn als die oogschaduw. Zodat ik daarmee een soort van guideline heb en de ooglook ja, een beetje dezelfde vorm volgt als de eyeliner. Vind ik zelf altijd wel heel erg tof. Of het gaat lukken is een andere. But we're gonna try. Zo, ik denk dat dit ongeveer is hoe ik de wings wil hebben. En dan ga ik ze nu dus verbinden met de rest van de liner. Alright, ik denk dat we kunnen spreken over een goede eyelinerdag. Want deze wings vind ik best wel oké. Dan nog even een laagje mascara. Ik gebruik de Good Vibes Only False Lashes Mascara van Divage vandaag. Vind ik echt een hele fijne mascara. En aangezien ik binnenshuis toch geen problemen heb met wel of niet waterproof, gebruik ik nu lekker al mijn niet waterproof mascara's op. Dan gaan we verder met het gezicht. En daarvoor ga ik natuurlijk mijn Butter Bronzer aanbrengen. Ik gebruik echt never een andere bronzer. Dat is niet helemaal waar. Ik gebruik sinds mijn eerste spelen met make-up video ook regelmatig het Too Faced Peachy Contour Blush Highlight Palette. Hoe heet dat ding? Jullie snappen wat ik bedoel. En daarvan gebruik ik de bronzer dus ook. Maar normaal gesproken gebruik ik wel deze. I'm not gonna change that. Ik vind deze kleur gewoon echt perfect. En waarom zou je iets veranderen waar je van houdt? I mean, wat is daarvan de logica? Qua blush wil ik wel lekker uit gaan pakken vandaag. We hebben natuurlijk een lekker felle, opvallende, vrolijke ooglook. Dus ik dacht, dan kunnen we ook voor een felle, wat opvallendere blush gaan. Toen dacht ik gelijk aan NYX. Want ik heb deze twee blushjes van hun. En allebei zijn ze zo ontzettend fel. Dat ik dacht, hier werk ik al heel voorzichtig mee. Vandaag past het wel redelijk bij de look. Ik heb hier de Sweet Cheeked Matte Blush in de kleur Citrine Rose. En dit is een beetje een, oud roze rozige blush. En ik heb hier de ombre blush in de kleur Strictly Chic. En dit is een beetje een peachy blush. Ik denk dat ik vandaag voor de Sweet Cheeks blush ga. Want ik ga eigenlijk altijd sneller voor een beetje peachy. En we hebben nu toch wat koelere kleuren op het gezicht. Of op de ogen. Dus dan kunnen we ook wel voor een oud roze blush gaan. Ik breng hem aan met mijn Real Techniques blush brush. En ik weet dat deze juist gepigmenteerd is. Dus ik heb hem goed afgetikt. En dan gaan we hem zo meteen even goed blenden. Maar dit is echt een hele mooie, maar heel heftig gepigmenteerde blush. Oftewel, ik ga nog eventjes een beetje blenden. Want het mag wel heftig, maar het moet niet gelijk bam, poppetjes wangen. Hier zit mijn blush. Blushjes zijn, zeg maar. En voor de highlight had ik het eigenlijk al gezegd bij de ogen. NARS Albatross. Dit is echt een van mijn all-time favorites. Ik moet zeggen, ik gebruik hem de laatste tijd niet meer zo vaak. But I still love it. Ik heb deze echt jarenlang op dagelijkse basis gebruikt. So, why not today? Hij is zo mooi van glans. Hij ziet er in de pen heel erg cool wit zilverachtig uit. Maar hij is echt heel mooi warm goud op je gezicht. Dus dat vind ik altijd heel erg mooi. En daardoor dus ook perfect geschikt voor mij voor op de iedere dag. Iedere dag. Op dagelijkse basis of op iedere dag. Omdat ik dus een warme ondertoon heb. En dan staan van dit soort warmere highlighters toch net even wat beter bij. En dan de lippen.
Ik heb hier van tevoren al over nagedacht, voordat ik precies wist welke kleuren ik op mijn ooglid zou hebben. Maar ik dacht, we gaan vandaag voor kleur. We gaan vandaag voor vel. We doen dit. Dit is dus de Ofra Ultimate Red Liquid Lipstick. Nog in de oude verpakking. Deze kleur is zo mooi. Zo fel. I love it. Ik draag hem veel te weinig, omdat hij dus zo heftig is en zo opvallend. But we're just gonna do it today. Moet je kijken hoe heftig. Nou, het valt nu even extra op dat de binnenste ooghoek misschien niet rood-rood is. But ik denk dat we geslaagd zijn voor vrolijke felle kleuren, regenbooglook, alles. We gaan dit snel even fixen met een fixing spray. Daarvoor gebruik ik, as usual, de All Nighter van Urban Decay. En dan is dit de volledige look. Ik moet zeggen, ik heb volgens mij nog nooit zoiets dergelijks op mijn gezicht gehad. Ik vind het mega tof. Het is absoluut niet voor dagelijkse basis, zoals ik al zei. Maar super leuk om een keertje geprobeerd te hebben. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon lekker in je stash welke kleuren je hebt. Of het dan wel of niet regenboog is. Of dat je gewoon, weet ik het, hoeveel kleuren paars of roze of... Er zijn heel veel verschillende variaties van deze look te bedenken. Ik vind het heel erg tof om gedaan te hebben. Mocht je het namaken, tag me natuurlijk. Stuur me een berichtje. Superleuk. Ik heb weer genoten van het filmen van deze video. Ik hoop dat jij het leuk vond om hem te zien. Als dat zo was, doe dan natuurlijk nog een duimpje omhoog. En vergeet je absoluut niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je hier nieuw bent. Je helpt mij er heel erg mee in deze moeilijke periode. En ja, dan zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei doei!